Hoe vind je dat, dat je hier in Almelo daarbij betrokken bent? Heel erg leuk, want kunst en cultuur is zeg maar het enige niet harde onderdeel van mijn portefeuille. En daar ben ik echt super blij mee, want daarmee kom je toch met beide benen weer in de wereld terecht. En ja, kunst is heel erg mooi. Ik ben Alice van der Pol. Ik maak beelden en dan gecombineerd met glas. Ik ben al 17 jaar ongeveer aan het beeldhouwen met steen. En een aantal jaren geleden kwam ik met glas in aanraking. En dat vond ik zo leuk dat ik daar ook mee verder gegaan ben. En inmiddels combineer ik dus steen met glas, zoals in dit beeld. Dan maak ik het glas helemaal op maat dat het naast het beeld past. Of in het beeld. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Nou, dit is een kunstwerkje. Mixed media, zoals dat heet. Er zitten diverse dingen in verwerkt. Het rode is een gedraaide voordeel van een kleurige achtergrond. Hier dit figuur, een beetje een spookachtig iets. Er zijn foto's gemaakt in Ljubljana, in Slovenië. Hier het kerkgebouw wat je ziet, dat is een schilderij van Lamant Jean-Michel. Daar heb ik dat schilderij weer gefotografeerd, de kleuren weer veranderd. Dat vond ik wel passend bij dit spookachtige iets. En ik heb hier dan de maan erin gefotoshopt. En die maan is hier gewoon achter thuis gefotografeerd. En zo ben je een beetje aan het spelen met kleurtjes en sterktes om tot een kunstwerk te komen. Ik ben officieel beeldhouwer, maar daarnaast doe ik heel veel aan keramiek. Eigenlijk is de laatste jaren meer het accent nog gekomen op keramiek dan op beeldhouwen. Hier staat heel veel werk wat ik in de loop van de jaren heb gemaakt. Er is ook vaak heel veel belangstelling voor hoe bijvoorbeeld die ballen gemaakt worden van gietklei. Het hele proces vind ik leuk om uit te leggen. En het is natuurlijk altijd leuk als mensen je werk ook waarderen. Dan heb je toch een beetje het gevoel van ja, ik draag toch iets uit om andere mensen ook een beetje blij te maken. Je bent een van de mensen die deze atelierroute georganiseerd heeft en al jaren doet. Je staat hier in je eigen, tussen haakjes, atelier. En wat maakt dat jij zoveel schildert? Ja, ik heb eigenlijk altijd geschilderd en ik heb een opleiding gehad aan de AKI. En als het eenmaal in je bloed zit, dan kan je het niet meer laten. Dus ik blijf net zo lang doorgaan tot ik het niet meer zie. Ja, ik werk inderdaad voornamelijk met steen. Abstract, dat wel. Maar het heeft ook soms echt een figuratieve deel in zich. Maar nooit echt volledig uitgewerkt zoals mensen het waarschijnlijk direct herkennen. Dus het meer abstracte, soms zelfs cubistische werk is wel mijn stijl. De meeste mensen kennen mij als muzikant en als hartenmaker. Grafkistjes en urnen ben ik sinds 2010 maak ik die. Maar sinds kort bouw ik ook akoestische gitaren en die zijn zeer positief ontvangen, waardoor ik nu eigenlijk dagelijks met gitaarbouw bezig ben. Ineke Hofstee is een van de 37 kunstenaars die meedoen aan de atelierroute. Ineke, kun jij vertellen waar jij je meest door laat inspireren? Oh, ja, dat zie je in één oogopslag. Ik hou me altijd bezig met gebouwen, met stadsontwikkeling. Ik word niet blijer dan wanneer huizen of wanneer er gebouwd wordt en iets in de stijger staat. En dan kan het nog alle kanten uit. Waar bent u net geweest? Nou, ik heb de schilderijen van Ineke Hofstee bekeken. Want die kennen wij en dat vinden wij erg mooi. En ook keramiek. Erg indrukwekkend en bewerkte natuurstenen. Dus je hebt er echt van genoten? Wij genieten van alles wat mooi is.